Na de kustmarathonwedstrijd van gisteren staat Zeeland vandaag in het teken van de wandelmarathon, waar duizenden mensen aan meedoen. Goedenavond, dames en heren. Straks krijgt u daar ook een uitgebreide samenvatting van, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van deze zondag, de 5e oktober. 4500 mensen liepen vandaag de 10e editie van de wandelmarathon van Burg naar Zoutelanden. De route liep via de Oosterscheldekering, Brezand, Domburg en Westkapelle. Vanaf 1 januari was de inschrijving voor dit evenement geopend. Nog dezelfde dag waren alle startbewijzen vergeven. Denkt u dat het nog lang duurt voordat hij langskomt? Hij zou dus 12 van 1 hier zijn. Gaan we eens even op de klok kijken. Ja, 10:30. Toppie, komt helemaal goed. Tussen 12:30 zou u binnenkomen, zeiden ze. Ja, ik heb een slechte klok. Jammer weer, hè? Het is 10:50, bijna gelukt, zullen we maar zeggen. Zie je? 10:50. Nee, het is bijna gelukt. Prima. Het is altijd weer een mooie tocht. En iedereen heeft wel eens een pijntje hier of daar, denk ik. Dus ik ook. Maar hoeveelste... dat laten we niet over, hè? Nee, niet te flauw, hè? Nee. Hoeveelste keer dat u meeloopt? Zesde keer. En prima weer. Volgend jaar gaan we weer voor. Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gegaan? Ja, helemaal prima. Ja hoor. Blaar op de voeten? Nee, helemaal niet. Maar we waren redelijk vroeg op het strand. En ik denk dat dat belangrijk was, want die na ons komen, die hebben een strand dat helemaal rot getrapt. Dus wij waren nog net op tijd volgens mij. Maandagavond een uitgebreide impressie van de wandelmarathon in het programma Editie 2014. Arnhem-Muiden is gisteren in actie gekomen voor dorpsgenoot Stefan Pleiten. Hij heeft de ziekte van Duchenne, wat inhoudt dat zijn spieren niet werken zoals ze zouden moeten en steeds zwakker worden. Hij doet graag een elektrisch rolstoelhockey, maar heeft daar een rolstoel van €20.000 voor nodig. Een laat jong van 2014 en Koop zal het duimpje even laten zien aan u. Daarom hield onder andere Postduivenvereniging De Voorwaarts gisteren een veiling. Die bieden mij meer dan 60 euro internetbod. 60 euro internetbod en 70 euro heb ik gezien. Ik heb zelf €5.000 nu, maar dat is dan net niet genoeg natuurlijk. Ik moet er veel meer bij eigenlijk. En op deze manier gaat het wel goed lukken, hoop ik. We hoorden een paar weken geleden dat hij met die actie op Facebook was begonnen. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken van ons bestuur. En iedereen was gelijk razend enthousiast. Dus ja, in een tijd van een paar weken hebben we die verkoop gerealiseerd. Nou ja, dat loopt echt geweldig. En ik heb €400 voor de tweede maal. Biedt mij echt niemand meer dan €400? Echt niet? Dan is hij verkocht. Gefeliciteerd, Ko van Dommelen. De actie heeft tot dusver ruim €9.200 opgeleverd. In 24 uur een compleet stripboek tekenen van 24 pagina's. Dat is de 24-hour Comics Day. Striptekenaars over de hele wereld doen eraan mee. Net als deze 8 bij kunstwerkplaats Kipvis in Vlissingen. Gistermiddag om 12 uur zijn ze begonnen. En wij namen een kijkje rond 10 uur vanmorgen na 22 uur tekenen. Ik voel me niet heel fris meer. Ik ben een beetje aan het trillen ook, maar... behalve dat, ja, het gaat nog wel. Vooral op het laatste gaat de vermoeidheid een rol spelen. En dan kan je ook niet meer goed nadenken. En dan gaan je hoofdpersonen alle kanten uit. En dan moet je alle zeilen bijzetten om ze in leven te houden, bij wijze van spreken. Tekenen wordt steeds zwaarder op een gegeven moment. Ik kan dan steeds minder rechte lijnen tekenen. Zo. Daar ben ik sowieso al niet echt de ster in, maar dan helemaal... Maar ze zitten er nog wel alle 8. Slapen was er niet bij, ook geen powernaps, want het is aanpoten. Een verhaal maken van 24 pagina's in 1 dag zonder enige voorbereiding. De bedoeling dat je gewoon blanco begint en zo stap ik er ook in. Je hebt een figuurtje en daar maak je een verhaal mee. Als je maar 24 uur hebt, kan je een mislukte pagina niet weggooien. Dat doe ik thuis wel altijd. Hoe was het hier vannacht? Gezellig. Vooral, we hebben heel veel verschillende muziek geluisterd. En dat heeft, plus alle cola en M&M's kennelijk geholpen. Want in 24 uur tijd lagen er in Vlissingen 8 stripboeken. Missie geslaagd. Met een afwisseling van wolken en zon was het vandaag toch een stuk frisser dan gisteren. En dat komt omdat er een koufront gepasseerd is. Hier zien we de bewolking over Nederland trekken. Wolkenvelden zijn er nog steeds vanavond de komende nacht, waaruit plaatselijk een beetje lichte regen kan vallen. Maar zeker geen grote hoeveelheden en op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Met 10 tot 12 graden en een veelal matige wind uit het zuidoosten.
Morgen, met ook een wind uit die richting, die hooguit een windkracht 4 is, worden nog steeds veel wolken aangevoerd. Dus de zon heeft niet of nauwelijks ruimte, waardoor de temperatuur blijft steken bij zo'n 15 of 16 graden. Nou, er kan een enkele bui vallen, maar ook morgen blijft het op de meeste plekken wel droog in Zeeland. En dat gaat in de loop van de week wel veranderen. Wat ook verandert is dat de temperatuur weer omhoog gaat. Want uiteindelijk kwam donderdag gewoon weer rond de 20 graden uit. Maar iedere dag vallen wel een paar buien. En zometeen kunt u kijken naar een uitgebreide terugblik op het afgelopen kustmarathonweekend. De wandelaars, de hardlopers, alle onderdelen. Daarna ziet u nog een aflevering van Terugkieken 4045. Nog een fijn weekend.